Goedenavond, dokter. U bent effectief een heel excentriek persoon, dokter. Of wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Het heeft natuurlijk te maken met een gedragspatroon. Nee. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Hier, nu aan tafel in een interview. U stelt vragen aan mij en ik geef antwoorden. U vraagt aan mij wat is excentriciteit. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, mevrouw Wermans, gaat er geen zaken mee? Hebt u vanavond smakelijk gegeten? Wel moet ik zeggen, ik eet heel weinig. Ik eet bijna niet. Ik neem vooral veel vitamine. En veel, valt me trouwens op dat wanneer ik aan het praten ben, dat u mij voortdurend onderbreekt. En dat vind ik bijzonder. Ja. U lijkt mij de Jan van Rompuy, die doet dat ook. Die zit voortdurend, nee, die zit ook voortdurend te vneugen er tussendoor en zo. En waarom zingt u niet goed? Nou, kijk eens aan, meneer. Persoonlijk, dat vind ik nu werkelijk een hele, hele grote verrassing. Ik ben zeer verheugd met deze meneer kennis te maken. En ik wil hem onmiddellijk feliciteren. Want hij heeft mij een paar maanden geleden in de onderste drie wijzen geïmiteerd op een fenomenaal schitterende manier. Dat ik wil hem daarvoor feliciteren. Dat staat. Ja, maar wie is nu de... De imitator, u bent de echte dokter. Dus Chris heeft dat nu in mijn plaats gedaan, nee. Die karikatuur van mij gemaakt, waarachter ik mij zou kunnen verbergen, indien ik dat zou wensen. Maar LeCount wenst zich niet te verbergen. Hij loopt met zijn hart op zijn tong. En hij mag gezien worden ook, is zo belangrijk. Trouwens, maar dit is een unicum. 14 dagen geleden heeft hier op de ring gelegen, heeft een massage laten ondergaan. Ja, ja. Ik heb die mevrouw gesproken. U moet u gelukkig prijzen. U heeft meer dan één erogene zone. Zij heeft het samengeteld en u kwam aan een erogeen domein. Dat is hetzelfde. Fantastisch. Dat ook een beetje excentriek zijn. Dat zei het, iedereen is excentriek. Dat zei het zeker. En dat waardeer ik. Ik ben zelf zo. We verstaan elkaar. Ja, ja. We zijn alle drie excentrieken. Nog één en hebben we kunnen kaarten.